hou ervan om te gaan fietsen, maar waar ik niet van hou is een band oppompen wanneer die leeg of lek is. En daarvoor heb ik dan verschillende opties. Optie 1 is mijn grote pomp en die werkt prima als ik thuis ben uiteraard. Ik kan hem niet meenemen, want dat ding is gewoon veel te groot. Optie 2, een kleine pomp, maar eigenlijk werkt het voor geen meter. En optie 3, deze hier, de Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor. We gaan hem samen unboxen en daarna laat ik je zien hoe het precies werkt. Let's go! Hoe werkt het eigenlijk? Eigenlijk heel simpel. Gewoon slangetje eruit en hij springt meteen aan. Met de plus en min knopjes kan je de gewenste PSI of bar instellen. En met de grote knop in de midden springt hij meteen aan en daarna ben je gewoon good to go. En dan heb je nog andere knopjes. Aan de linkerkant heb je een lampje wat aan en uit gaat, wat zeker handig kan zijn wanneer het donker is. En aan de andere kant heb je een knopje voor de voorgeprogrammeerde instellingen. Voor bijvoorbeeld een fietsband, een autoband, een scooter of een gewone bal. Dus ben je op zoek naar een mobiele luchtcompressor, dan is deze hier, de Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor, wellicht voor jou. Mijn naam is Gerry Jaman, dankjewel voor het kijken en ik zie je de volgende keer. Ciao.